Zuid-Holland Sport nabeschouwing. Goedemiddag, Martijn. Goedemiddag. Welkom in de uitzending en leuk dat je even tijd hebt om ons te woord te staan. Want eerder was het eind vorig jaar dat jullie rondkwamen of dat je rondkwam met Schalkhaar? Ja, zeker. Ja. Hoe is dat zo gegaan? Nou ja, we kwamen met elkaar in contact en het eerste gesprek gehad met Huub Kolleman en Mas Emmink. En een tweede gesprek met de spelersraad. En ja, het voelde eigenlijk van beide kanten hartstikke goed. En ja, daar waren we er eigenlijk gauw uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want uiteindelijk heeft de huidige trainer, Marcel Geesman van Schalkhaar, best wel daar lang gezeten. Ik dacht 4 of 5 jaar, even uit mijn hoofd. 5 seizoenen, ja. Ja, precies. Ja. Nou, dat is best lang. Dat is bijna het Fopper aangehalte, zeg maar, van een club. Nee, maar goed, daar heb je goed werk gedaan dan in opbouw. Ze zijn bij jou terechtgekomen. Ja, je zegt, ja, we zijn in gesprek gekomen, maar hebben zij dan die eerste stap gezet? Nee, ik heb het eerste lijntje uitgelegd. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. In ieder geval. Er stond verder geen vacature op de website. En nou, via David Klopman, wat mijn achterneefje is, ja, die ben ik in contact gekomen met Huub. En okay. Die is aan het lijn gehad en toen in gesprek gekomen. Grappig, want jij bent een jonge trainer. Je hebt nu een aantal jaren bij Epe erop zitten. Daarvoor heb je ook in de jeugd heb je teams onder je hoede gehad. Ja. Was je niet een klein beetje vergroeid met Epe inmiddels? Ja, dat op zich wel. Maar je moet gewoon reëel zijn. 8 jaar is bij de vereniging is een hele stap van 6 jaar als hoofdtrainer. Of dat is gewoon een hele tijd, zeg maar. En daarnaast vind ik op het niveau waar wij nu spelen, die zaterdag eerste klasse. Mm-hmm. Officieel mag ik daar niet trainen, dus okay. Ik heb een jaar dispensatie omdat ik geen oefenmeester 1 heb. Yeah. En dan kom je eigenlijk in de situatie van, oké, wat gaan we doen? We staan er niet heel best voor, dus de kans dat SV Epe tegen dit is aanwezig. Mm-hmm. Maar ik vind niet dat je daar vanuit mag gaan, halfwege te doen. Dus dan. Ik moet zeggen, gezien de tijdsplek wat ik al bij de vereniging zat, was het niet zo moeilijk. Om dan aan te geven van, ik ga weg. Dan geef je de vereniging tijd en gelegenheid om op zoek te gaan naar een goede vervanger. En zelf heb je daarin ook de tijd om op zoek te gaan naar een juiste vereniging die bij jou past. En die ambitie uitspreekt en waar je toekomst dan weer kan liggen. Nou ja, goed, dan Schalkhaar is natuurlijk een prachtige club. Sowieso qua omvang als vereniging, het potentieel, veel leden. Zeker. En, absoluut. Wat ik las op deventervoetbal.nl, dat de filosofie van Schalkhaar door het inpassen van veel jonge spelers ook precies bij jou paste. Ja, dat klopt. Heb je goed gelezen. dat is deels de afgelopen jaren bij SV Epe ook gebeurd. Ja. Mede doordat ik 2 jaar lang jeugdtrainer ben geweest, heb je goede inkijk in de jeugdafdelingen. En kun je eigenlijk zo zeggen van, we hebben nu behoefte aan een speler van dat kaliber op die positie. En ja, dan, als hij dan in de jeugd loopt, dan is het natuurlijk ook prettig om hem daaruit te plukken, ja. Je hebt vrij lang bij Epe gezeten en ook Geesman heeft vrij lang bij Schalkhaar gezeten. Ben jij een trainer die graag lange tijd bij een club zit om het een en ander op te bouwen? Nou, ik vind het lastig zeggen. Ik vind een stukje opbouwen erin, vind ik, daar ligt voor mij ook de uitdaging. Maar of ik nou per definitie nu weer voor een lange termijn bij Schalkhaar zou zitten, dat weet ik niet. SV Epe was ook mijn eerste vereniging na Albatros, uit Uchtelen, waar ik vandaan kom. Waar ik na 10 jaar lang in het eerste elftal heb gevoetbald, 4 jaar lang assistent trainer was geweest. Ja, toen werd het tijd om in een andere keuken te kijken. En ja, daarna is 8 jaar bij SV Epe best veel. Maar het kwam zo op mijn pad. En hoeveel? En wie zegt dat? Ja, ik weet niet of dat bij Schalkhaar nu weer gaat gebeuren. Dat vind ik lastig zeggen. Maar een stukje opbouwen, daar ligt zeker de ambitie en de drive ook, ja. Ja. En hoe wil je dat opbouwen of het seizoen eruit komen te laten zien? Dat is natuurlijk afhankelijk van de middelen die je hebt. En als je echt helemaal bij nul zou moeten beginnen, het is natuurlijk nog niet zeker of Schalkhaar in de tweede klasse blijft. Dat ze in de derde klasse gaan voetballen. Er is eind volgens mij natuurlijk een redelijke leegloop, wil ik niet zeggen. Maar er zijn er toch aardig wat gestopt uit de selectie. Dus in de komende periode gaan we ook kijken van hoe ziet de selectie er volgend seizoen uit. En wat is er nodig om een volwaardig eerste elftal op de been te brengen. En er staat natuurlijk al een prima selectie.
ja, wellicht dat, dat er vanuit de jeugd toch weer jongens aan de deur kloppen die, die ook in aanmerking komen. Ja, precies. Want kun je ook trouwens vertellen, zeg maar, dat het, ik hoor altijd dat het lastig is om de stap te maken van onder 19 naar, naar de eerste selectie. Ik bedoel, ik heb zelf ook een aantal keren ben ik betrokken geweest zeg maar, als elftalbegeleider bij een onder 19 team. Maar ik zie het echt als een grote stap om dan aan te sluiten. Kun je dat bevestigen of zeg je nou... Valt wel mee? Ja, kan ik wel bevestigen. Dat kan ik zelf nog wel bevestigen. Albatros was destijds, toen ik instroomde, niet het hele hoge niveau. Maar ik heb zelf ook eerst 2 jaar in de tweede elftal gespeeld om, om te rijpen en daar, vanuit daar door te groeien. Ja, en je merkt het nu ook. Ja. Het is voor weinigen weggelegd om, om die stap in één keer te maken en daarin stabiel te zijn. De stap kunnen ze wel maken vaak. Het talent hebben ze wel. Maar ze zijn nog niet direct constant of wekelijks beslissend. Of, nee. Dus dat gaat altijd met een golvende beweging met een jeugdspeler. Ja, want het is altijd heel tweeledig. De jeugdspeler zelf heeft bepaalde ambities. De club heeft bepaalde ambities. Wil nog eens op de rem trappen. Maar ik zie nog te vaak om me heen dat B-junioren de A overslaan. Of van de A direct door na één seizoen naar de senioren. En heel vaak ontstaan er toch wel wat grote blessures halverwege het seizoen. Ja, ook dat. Überhaupt in de intensiteit. En ik moet zeggen, dat is beschouwelijk daar goed voor elkaar, hoor. Mm-hmm. Maar ook in het volwassen voetbal is natuurlijk... er wordt iets anders van je gevraagd. En zeker in de lagere klasses, in de duelkracht natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, überhaupt ook mentaal. Ik denk dat mentaal nog een zwaardere last is dan het fysieke. Zeker gezien de opleiding die de jeugdspeler waarschijnlijk haar al heeft doorlopen. Waar ook intensiteit wordt gevraagd en 2-3 keer trainen op hoge intensiteit. Dus ik denk dat ze er op die manier wel klaar voor zijn. Mm-hmm. Maar mentaal denk ik dat het vooral het lastigste is. Ja, precies. Nou ja, goed, als jong broekie dan mag je achteraan sluiten. Vooral bij de mannen die zo 7, 28 zijn. Die hebben het dan nog iets hoger in de pik horen. Maar dat is heel normaal, dat mag. Nou, zo hoort het te zijn. En ik merk wel van de hiërarchie wat er vroeger was, is minder sprake. Hebben we nu bij Epo ook niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, als jongens in de groep passen en ze stellen zich daarin dienstbaar op voor het elftal, dan een trainer hard en... En laten zondags, in dit geval zondags, hun ding doen zien. Dan denk ik dat er zeker wel jongens door zullen gaan groeien. Ja. Ja, zeker. Nou, je hebt in ieder geval mooi een brokje ervaring bij die onder 19. Wat speelt de jeugd bij Schalkhaar eigenlijk onder 19? Is dat divisie? Nee, net niet. Ja, tenminste, A1 net niet. B1 zit er wel. Die zit erachter. Die speelt wel een stukje hoog. Dus de komende jaren ga je daar wel de vruchten van krijgen? Dat hopen we wel, ja. En dat is ook een van de redenen geweest waarom ik ben ingestapt. Ja. Mm-hmm. Nou ja, dat klinkt goed, Martijn. En, Met daarnaast, dat wil ik nog wel toevoegen. Ik kwam vanuit Epen natuurlijk. En daarvoor vanuit Albatros. En ik kom bij Schalkhaar. En uiteraard zelf wel vaker gevoetbald ook. En rondgelopen. Moderne uitstraling. Hè, 3 kunstgrasvelden. Mooie moderne accommodatie. Maar nog wel een dorps karakter. En dat is wel iets wat me heel erg aanspreekt. Ook als je mensen spreekt en als je de jongens spreekt van de eerste elftal. En als je ook hoort dat er veel jongens in de jeugd, in de A en in de B1 spelen. Die ouders hebben die al jarenlang bij de vereniging lopen. Mm-hmm. Ja, dan dat is toch wel de dorpse karakter. En dat spreekt me erg aan. Nou, Schalkhaar was van oudsher natuurlijk ook een dorp. Hè? Dus misschien dat meespeelt. Ja, maar het is eigenlijk helemaal ingegroeid, hè? Bij Kolmschaten en Deventer. Dus in die zin heel andere situatie dan wat het ooit was in Schalkhaar. Maar het is een fantastische club. Ik ben er regelmatig geweest. En met heel veel potentie. Dus dat geeft een mooie uitdaging, Martijn. Absoluut. Maar goed, eerst nog even een half uurtje knallen bij Epen. Ja, zeker. Een halfjaartje. Ja, zeker. We zijn nog niet eens op de helft van de competitie. Dus, precies. En dan richting Schalkhaar. Hey, dank voor je tijd. Ja. Heel veel succes bij wat je nu de komende maanden gaat doen bij Epen. En daarna lekker aan de bak bij Schalkhaar. En wellicht kunnen we elkaar een keer bellen na de wedstrijd voor een leuke nabeschouwing. Dat gaan we zeker doen. Hartstikke leuk. Hartstikke goed. Fijne zondag en nogmaals dank. Hetzelfde gewenst. Tot ziens. Bedankt. Dag.